Een dropje. Of vind ik van die wijngums dropjes. Het is vandaag zondag. En ik ben weer begonnen. Ik denk eerst eens eventjes de meterkast helemaal afmaken. Dus dat houdt ook in stroomkabels. Hè? Dus de 220 zeg maar helemaal rond. En ik wil niet meer langs de motor. Ik ga nou vanaf de meterkast die kant op. En vanaf de meterkast die kant op zo. En dat het zo bij elkaar komt. En Gea heeft het liefst van deze stokcontactjes, waar we op de hoofdboot hadden. Die zie je ook niet, hè, maar die dingen die je dus opschroeft, daar vindt ze niks. En dat ben ik ook wel met haar eens. Kijk, dan hebben we daar in de keuken. We hebben er ook eentje liggen. En dan doe ik nog even een aparte helemaal er langsheen vanaf de middenkast. Helemaal zo. Zoep, voor de boiler. Die boiler komt namelijk hier zo in de hoek te staan. Daar zo. Dus. Misschien ook wel iets hoger dat ik hem een beetje ophang, zeg maar. Dan kun je er nog wat onder zetten, hè. Nou, even kijken hoe ik van daar naar daar kom. Dit is de snoer van de boiler. Dan gaat die achter naar beneden, dat die hier zit. Dan ga ik helemaal zo ook weer daar langs. En deze kastjes, die gaat je helemaal beplakken met een van de materiaal. Ik weet niet eens wat het precies is, maar onze dochter had het ook en dat vond ze wel mooi, dus dan lijkt het allemaal weer fris. Ja, dan val ik weer van de hak op het dak. Ik heb de watertank gevonden, die zat hieronder. Die had ik al gezien, vanaf die kant. Dat luik kon ik er wel uit krijgen, daar zit een dieseltank onder. En ik had deze tank wel gezien, maar ik kon er niet bij komen. Dus ik heb de vloer in open gezaagd en dan heb ik hem erin uitgehaald. Dus ik moet hier even een nieuwe slang aan, dat is de slang die naar de waterpomp gaat. En dan moet hier even een slang aan, maar hij was niet aangesloten. Moet hier een slang aan naar de vuldop op het opgangboord. En hier nog een slang voor de overloop of ontluchting. Die gaat ook daar naar het gangboord. Ja. En ik wou eigenlijk even kijken of hier een gat in die wand zat, zodat ik de kabels er doorheen kon doen. Ja, maar het zijn allemaal schotten. Dus ik moet deze ook nog opzagen. Even eens even dit ding eraf zien te krijgen. Even kijken of deze past. Ja, deze past. Oep, ik heb hem er te ver op gedaan. Kijk, gewoon een tuinslangmaat, zeg maar. Dat is dan de voor de afvoer, hè, waar de pomp op komt, zeg maar. En deze hier bovenop, ja, dat is dezelfde maat. En dan hier overloop. Ja, volgens mij is dat ook zo. Ja, dan gaat hij ook wel op passen. Even naar de buitenkant kijken of dat allemaal nog intact is. Zo, sluit ik eraan. En dan hebben ze het gat dichtgemaakt. Even kijken. Ja, zie je dat? Daar zitten gaatjes. Vlakbij het water vult op en de diesel vult op. Er zit geen brandstofmeter op. En ook geen watertankmeter. Misschien dat ik dat ooit nog eens ga doen. Maar wat ik wel wil is in de gaten houden. Hè? Want een dieseltank, die kan ik heel mooi zien. Hoeveel daarin zit. Ja, dan moet ik daar even een klein luikje in maken. Eigenlijk onder het tafeltje of zo. Dat ik die omhoog kan doen. Dat als we diesel gaan tanken. Dat ik kan zien hoeveel erin zit. Want dat moet niet overlopen. Hè? Dat is een ontluchting. Die daar, die kleine. Maar dat moet natuurlijk niet zo zijn dat die, dat op een gegeven moment de tank vol is, dat er zo blup een hele bult diesel het water in gaat. Dat is niet de bedoeling. Dus ja, dan krijgen we toch een vlek. Dus lijkt me dat wel verstandig om dat even zo te doen. Ik weet alleen niet hoeveel liter deze tank is. Dan moet ik even opmeten, dan ga ik het even uitrekenen. Lengte maal breedte maal hoogte. Hè? Alleen hier zit een schuine kant aan, zie je dat? Dus dan moet ik dit, nou ja, heel iets, zeg maar, niet tot hier rekenen, maar tot hier. En dan iets minder, want er zit een ronde kant aan. Dan ga ik eens even kijken of ik het dop los kan krijgen. Kan ik er eens even inzien, wil en zien of het, ja, of het vies is of niet. En ik had een heel mooi flesje gekregen. Maar die zit nog op de andere boord. Om de tank schoon te maken. Nee, van Henk had ik die gekregen. Het is al de man die ons bordje deed van Almelo. Mooi toch? Ik heb me goed schoonmaken en dan even kijken
Hè, want die andere tanks kon ik niet bijkomen in die. Dat vond ik wel een nadeel. Met deze kan ik er nou mooi bij komen. Ja. Oh. Dat lijkt me schoon. Zie je dat? Ik zal de camera dus even in. Cheers. Ja. Nou ja, dit is toch niet om te drinken. Het is om de afwas te doen en zo, dat soort dingen. Hè. Dus, maar in principe zou je eruit kunnen drinken, zeg maar daar hou ik niet van. Hebben we eigenlijk nog nooit gedaan, hè, uit de tanken. Soms zit het water heel lang in. Of ik moet gewoon regelmatig die tank eruit halen en schoonmaken. Dat kan natuurlijk ook. Eén keer in de week of zo. Maar ja, daar kom je in de werkelijkheid toch niks van terecht. Dus nee, ik denk dat we maar gewoon balladuk pakken en blijven vullen. Ik heb hem gevonden. Het luik is eruit. Schroef ik daar nog helemaal een plankje op. Net als hier zo weer, dat hij stevig is, de vloer. En daar zit een gaatje, dus kan ik van daaruit zo naar die kant. Dit is de 220 voor de boiler. Dan heb ik even een aparte kabel. Die wil ik niet bij de rest op hebben. Dit is voor de stopcontactjes in de keuken en achter mij. Hè, voor een computer op te laden en zo. En dit is een 12 volt voor de lampje in de wc. Voor het lampje in de wc. Om niet te vergeten welk kabeltje waarvoor is. Want ik heb hier niet eventjes een schildersteep bij de hand met een pen. Maar het, waar niks omheen zit, dat is deze. Dat is de dieselkachel. De rode. Dat is volgens mij de... Waterpomp, of was dat er? Ja, de waterpomp. Waterpomp. Wat denk ik rood, maar die moet ik nog niet aansluiten namelijk, want de waterpomp zit nog niet hierop. Dus die zwarte is het lampje in de wc. Ja, en de zwarte is dan het lampje in de wc. Dus, dit is allemaal 12 volt, dus die moet ik hierop aansluiten. Zo. 220 zit erop. 230 moet ik zeggen, hè. Even kijken. Hij doet het. En de accu laat ook. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar daar zit ook stroom op. En dat komt van dat stopcontact. Daar zo. En ik weet niet of het duidelijk is, maar die brandt ook, zie je dat? En even kijken. Als het goed is, moet die dan ook branden, want die zit bij elkaar open. Ja, die brandt ook. Kijk. Dus, 220 helemaal compleet. En nou. Geef een cycle tegen, ja. Ik zei, om de zonnepanelen te testen, zou eigenlijk de boord, de houseboord, zeg maar op deze boord moeten koppelen. Maar daar had even jullie ook al aan gedacht. Want in de reacties werd al gezegd, eventjes kijken weer of de twee zonnepanelen genoeg zijn. Maar de boord zit ongeveer hetzelfde op. Nou, dat klopt redelijk, 95%. Maar daar zit nog toilet in, hè, de chemisch toilet. En die chemisch toilet, die... er zit zo'n ventilatorotje op, die brandt 24 uur per dag. Dus dat is het enige verschil. Maar ja, aan de andere kant is zo, daar is de kachel soms aan en hier nog niet. Dus deze kachel moet nog mee bezig, die lekt. Tenminste, ik had de diesel in de tankje gedaan. In de vorige vlog had ik dat kunnen zien, dat ik dat zei tenminste. En ik zag dat het pijl iets zakte, dus hij lekte iets. Dan heb ik het tankje eventjes op de kop gehangen, met het dop goed dicht. Of op de zijkant eigenlijk meer. En dan moet ik even kijken waar dat nou lekt. En misschien of ik daar achter kan komen. Maar goed, deze zit erop. Ja, verdient misschien niet de schoonheidsprijs. Zo. Maar het werkt. En ik ben tevreden zo, op deze manier. En nou ga ik eventjes de 12 volt, hè. Die moet, deze dingen, die moet hier eventjes op. Dat ga ik nou eerst even doen. Nee, ik ga eerst even de houseboard op deze boord, aan deze boord koppelen. Ja, want ik heb een dikkere kabel, heb ik daarheen gedaan, die is helemaal apart vanaf omvormen. Daar naar de keuken, die is voor de boiler en daar ga ik eventjes de houseboard op zetten. Nou. Voilà. Ik hoor geen rare geluidjes.
Hij staat nog steeds op float. Dus het is niet zo dat hij gelijk die beide accu's helemaal leeg trekken. Maar ja, het is alleen maar een koelkast in de vriezer wat erop staat. Hè? Ja. Even kijken. Doet hij het? Hij doet het. Ja. We hebben stroom. Nou ja, zie je lampjes, radio, koelkast, vriezer en het toilet staat aan. Dus ja. Prima. He? Ja, goed zo. Kunnen we even kijken hoe dat gaat met twee paneeltjes? Ja, want er was iemand in de reacties die zei dat wij maar weinig zonnepaneeltjes hebben vergeleken met de houseboot en de auto. Ja, dat is wel zo. Maar meer past er niet op. Dus we moeten eens even kijken hoe het gaat. Ja. Zo, dat is de 12 volt. Maar was het ook alweer? Warmpomp, dieselkachel, een lampje in de wc. Ik moest van Ruud Zwageman eventjes bijhouden hoeveel ampère de zonnepanelen leveren. Kijk, omdat nou het huis erop staat. Ja, ik weet niet of nou alles, hij staat op float, hè, dus ze kunnen er niet alles van zeggen. Hij moet eigenlijk aan bulk staan, dus zou ik eigenlijk even iets aan moeten zetten dat hij flink stroom trekt. Een föhn of zo, of zoiets. Ja, zo'n verfstrippen. En dat hij dan even dat laat zien. Maar de hoogste wat ik heb gezien net was 6 ampère. Dus ik heb die tank er nou gewoon zo op liggen. Ik doe hem wel uit straks. Maar hoef ik hem alleen maar even aan te zetten en dan op DC weer. En dan kan ik zien wat dus de zonnepanelen doen. Want het mooiste is als die. Dit kan 35, maar ja, dat was voor meer panelen natuurlijk. Het mooiste is dat hij dus rond de 20 ampère blijft. Ja, dat is het beste voor de accu's. Dus ik ben benieuwd. Het is bijna 7 uur. Dus het is welletjes. We zitten weer in ons houseboot. En we zijn bijna klaar. Annie, ga je? Er niet zo heel veel meer te doen, hè? Nee, we hebben niet zo heel veel meer te doen. Ja. Volgens mij moest je nog even de dieselkachel aan het praten maken. En dan... even schoonmaken, cel erin en dan kunnen we verhuizen. Koelkast? Ja, maar bedoel is de koelkast? Ja, cel erin zit, kunnen we verhuizen. En als alles erin zit, kunnen we varen. Ja, de dieselkachel. Ik heb een klein beetje diesel in de tank gedaan. En op een gegeven moment zat er minder in. Dus hij lekt. En dan kun je ook gelijk ruiken trouwens. Ik hoop dat dan straks weg is. Als ik de boot leegzuig, hier zit zo'n apparaat. Hè. Dan kun je de bulgenwater... En oliehoudend bulgenwater, zoiets, kun je eruit zuigen met het apparaat. Dat is dan, dat gaat in een tank en dat wordt dan één keer in zoveel tijd wordt de tank geleegd. Maar het slangetje was net bij het bochtje, zeg maar weer, waar het tankje uitkomt, daar was het slangetje gescheurd. En aan de ene kant maar goed ook, want nu had ik het tankje er even uitgehaald, heb ik even goed bekeken en het tankje er staat volgens mij ook. Hoe noem je dat weer? Bacteriën in, hè? Ja. Tenminste, er zat een zwart laagje in. Daar hebben we ook in dit tankje van deze. Dus daar hebben we nog van dat giftige spul voor. Bacteriedodend spul is dat. En dat ga ik er dan bij ingooien. Als we tanken, hè, voor de volgende keer. En dan ga ik... maar ik heb het zo goed mogelijk schoongemaakt. Maar er blijft altijd nog heel iets achter. Dus dan ga ik het tankje heel iets scheef zetten. Dat, zeg maar, als die helemaal leeg is... Dat hij niet de rotzooi meeneemt. Hè? Want dan heb je een soort filter verstopt. Ja, dat is dan gewoon nog een paar dagen. Hè? Ja. Tankje, olie verversen, zeil erin, hoesjes weer om de kussens, want die heb je uitgewassen. En dan kunnen we over. Dus waarschijnlijk kunnen we donderdag over en gaan we vrijdag varen. Ja. Nou, ben benieuwd. Hij doet het nog steeds, hè? Hij doet het nog steeds, ja. Het is maandagochtend. Ja. En de lampjes die branden nog. Ik hoorde vannacht de koelkast en de vriezer ook nog de hele nacht. En de composttoilet.
En nou, ga je een smoothie gemaakt, ja, dan draait die blender best wel lang. En we hebben nog steeds stroom. Ja, want dit is 2000 watt of zo, wat ja, is dat ding? Ja, 2000 watt. Kijk nou eens. Het is bijna 6:30. Ik zit weer op de boot. En die accu heeft nog 64% en die 63%, zegt hij. Dit is toch lachen? Dus, en dan moet je nagaan, dan net scheen heel even de zon, heel eventjes. En nou is het weer bewolkt, zie je dat? Het zal vandaag een regenachtige dag worden. Maar dat we zoveel stroom over hebben, gewoon met twee accu'tjes van 100 ampère. Tijd voor de watertank. Ik denk ik ga hem even vast een slang eraan bevestigen. Maar toen zag ik dat hij een beetje los zat. Toen heb ik hem even losgedraaid. En er zat helemaal geen rubber tussen. Ja. Dus ik heb er even een kit tussen gedaan, vanaf de binnenkant. Nou, we gaan het toch niet gelijk vullen. Maar we hebben toch nog geen kraan, dus dan kan die kit nog mooi even uitdampen. Oh. Ik heb de pomp aangesloten. Dat is een Japsco 12 volt water pressure pomp. Nou, dezelfde die we in de hoofdbord hebben. De slang is er doorheen. Die ligt nog aan die kant, die moet dan straks naar de kraan. Maar dat doen we nu nog niet. Ik ga hem even om de pomp. Even kijken of hij het doet. Ja, hij doet het. Dus dan moet ik even een slang halen, 40 mm. Die vandaar naar die inlaat gaat en dan zeg maar een ontluchtingsslang erbij. Dus even kijken als het vandaag nog droog wordt, want het regent de hele tijd al. Oh, shimeniki. Dat is wel jammer. Maar goed, als het droog is, dan gaan we dat even ophalen. Ik zit even weer binnen in de houseboot. Het regent nog steeds. En ik dacht, ja, dan moet ik eigenlijk zo er even tussenuit om een slangklemmetje te halen. Nee, ik heb een slangklemmetje was mijn geval. En ik wil eigenlijk zo'n harder slangetje voor op de dieselkachel. Die goede weer, dus niet die groene, maar die andere. Maar het wil nou het geval, we hadden om 9 uur afgesproken met Ardan. En ja, die weet je wel, met die gele sprinter daar die woont. De brugwachter. En die kwam hier en die zei, volgens mij heb ik daar nog geen auto, zei hij. Want je krijgt altijd wat meer bij zo'n kachel. Dan heeft hij nog een kachel bijgekocht voor nood. Als die andere zeg maar kapot gaat, kan hij die erin zetten. Dus hij had heel veel dingen dubbel. En moet je eens kijken, dit had ik nodig. Eén zo'n klemmetje, maar hij zei neem er maar twee mee, want je weet maar nooit. En dan twee van die rubber slangetjes met slangklem. En deze, waar ik het over had. Dus deze past dan hierin. En dan slangklem erom. En dan heb ik het zo goed aangesloten, zoals het hoort. Nou, ideaal toch? Hoef ik ook niet naar de winkel. Adam zegt, ik heb het toch liggen, dus anders doe ik er niks mee. Alsjeblieft. Ideaal. Nou Adam, als je kijkt, nog hartstikke bedankt hè. Hier ben ik hartstikke blij mee. Echt super. We hebben weer van alles gehaald. Hier staat de motorolie. Kijk, de olievest. Slang voor de aanvoer. Hè? Om de watertank te vullen. Hier nog een slang voor de luchttank. En we hebben voor schuren. Maar nou, met de houtboot hoeven we niet te schuren, maar met deze wel hebben we een schuurmachientje gekocht. Van Bosch. Goedkoop ding. 100 watt. Ideaal voor op de boot. En ga eens even een boodschapje zetten doen hier binnen. Zo. Is het. De vulslang. Nou. Moet je even kijken, hè. Die andere slang moet hier nog aan. Wordt een beetje krap. Dat was wel lukken, denk ik. En dan, ja, of we gaan dit omtimmeren, of we zetten hier gewoon van alles voor. Hè? Zoals dit. Dat kan ook nog. Zo. Verder kreeg ik het er niet omheen. Dit is eigenlijk net wat te dun voor dit pijpje. Dan gaan we even warm gemaakt met de föhn. Met de verfstrippen. En toen ging die erop. Dan is dat ook weer klaar. Nou, eventjes aansluiten op de tank.
En dan moet hij daar even op. Voor mij moet het zo kunnen. Het mooiste was als ik hier een bochtje bij had, maar die kon ik niet vinden. Maar als ik het zo doe, kan het volgens mij ook wel. Ja, hij ligt nou op deze, dus ik kan nooit helemaal plat leggen. Zo, die zit op. Ze waren het ding aangesloten. Nou, dan moet de kit nog even droog. Van de uitgang zeg maar naar de pomp toe. Zo. En het kijkgaatje. En dan kan ik even kijken of er geen water in staat. Of het niet lekt. En ik kan zien hoeveel diesel er nog in de dieseltank zit. Oh ja, daar zal ik nog even een streepje op zetten. Even kijken waar de stift is. Ah, hier. En zet ik er een streepje op. Nu zit hij tot zover. En dan ga ik hem bijvullen met jerrycans. En dan kan ik zien, als ik er zeg maar een 10 liter jerrycan in doe, of 2 of 3, waar hij dan op staat, zeg maar, dan kan ik daar een streepje zetten. Dus dan weet ik dat is 10, 20 of 30 liter diesel. Zie je dat? Zo kun je het mooi zien. Het is dinsdagochtend. Ik zat zo naar een slangetje te kijken. Moet je zien. Die wordt zitten toch rare witte vlekjes op. Maar als je goed kijkt. Die volgende dubbel zijn allemaal krakkelerings. Maar het is gewoon lek. Zie je dat? Het hele slangetje. Dit hele stukje is gewoon lek. Gek hè. Net als die slang 20 jaar oud is of zo. Het is maar goed dat ik een nieuw slangetje van Adnan heb gekregen. Dan ga ik die er nou even op zetten. Zullen we denken, waar is dat plankje nou voor? Maar moet je kijken. Dan hang ik dat tankje. Zo. En dan zit die dop. Zit niet zo dicht hier op dit randje. Dan kan ik hem mooi vullen. Zie je dat? Hij hangt. Alleen, dit heb ik even niet gefilmd, want dit was een heidens karweitje om dit zo op de plek te krijgen. De boormachine moet hier precies tussen. Het past amper op de schroefmachine. Maar hij zit. Dan moet ik hier even naar langs kruipen. Daar komt het slangetje eruit, zie je dat? Dus die moet eventjes aan het filter vastgemaakt worden. Ik heb de spulletjes die we nodig hebben voor de kachel. Ik ga het allemaal vernieuwen. Adam die had slangetjes voor mij, maar net niet genoeg voor de hele bubs. Dus ik heb een stukje gehaald. En Adam, als je kijkt, zo gauw we elkaar weer zien, dan krijg je een stukje van mij mee. Dan heb je weer voorraad van de rubberslang. Plus 10 klemmetjes erbij. Ik denk ook weer een paar extra. Over Adam. Kan ik er weer een paar terug doen. Zo. Dan doe ik dat met deze ook zo. Klemmetje erover. Zo. Heel ietsjes omhoog kijken. Hè. Deze moet iets zo schuin staan.
30 graden of zo, zegt ze. Maar ja, voor mij is het zoiets. Dan gaan we hem testen. Gea is ook druk bezig. Het einde van het gereed maken van ons huisje nadert. Hè? Ja, dat is echt. De kachel is aan het primen. Ben ik nou aan het voorgloeien? Hij doet het. Lekker warme lucht. Jongen. Ik heb de motorolie even bijgevuld. Of ververst bedoel ik. En ik ga dat nog eens een keertje. Maar dan moet ik even een keer een monteur erbij hebben, denk ik. Die de motor even verder helemaal goed nakijkt. Wel, of verder. Hè? Ik heb een vis na en motorolie gedaan. Maar nu moet ik even kijken wat er nog verder. Misschien. Hè, misschien hoeft er verder ook helemaal niks. Maar impellen en zo en dat soort dingen. Daar gaan we even kijken. En wij zijn ook bezig, zoals je ziet, met de kussens. En dan gaan we straks zeil halen. Of morgen. En dan zijn we klaar om te vertrekken. Ja. De bekleding zit weer om de kussens. Daar ook. En ook in de slaaphut voor. Zit die er ook op. Dan gaan we nou eventjes kijken voor wat vinyl, hè, voor op de vloer. Ja. Lijkt toch heel anders zo, hè? We gaan de rotzooi opruimen van de banken. Kijk, Geer heeft alvast wat wol erin gepakt. Ja, we zijn al aan het verhuizen. Morgen nog even de puntjes op de i zetten. En dan zullen we donderdag over. Hè? Dan zullen we zeg maar donderdagavond hier slapen. En vrijdag vertrekken. Dus ja, nou is het eindelijk zover. Maar dat zie je in de volgende vlog. Niet in deze. Bedankt voor het kijken allemaal. En tot zondag.